Een hele goede middag allemaal. Vandaag gaan we een heerlijke abrikozen banaan smoothie maken met gebroken lijnzaad. Nou, wat zijn de gezondheidsvoordelen van abrikozen? Nou, dat zijn er enorm veel. Ik zal niet zo'n hele lange verhaal daarover beginnen, maar in principe abrikozen is ook een soort van superfood. Want abrikozen zijn, naast dat ze natuurlijk heel erg lekker zijn, ook vol met voedingswaardes. Nou, abrikozen, ja, wat zit erin? Er zitten mineralen en vitamines in. Nou, wat voor vitamines zitten erin? Nou, er zitten vitamine A en vitamine C in. En er zit ook riboflavine in. Dat leg ik je straks uit. Dat is een B2. En er zit ook niacine in. Dit is 500 gram. Dat heb ik van de FOMAR. Het zijn lekker zoet. Nou, het is ook een bron van calcium. En fosfor en ijzer. En er zitten natuurlijk ook heel veel antioxidanten in. Goed. Dat zijn dan de abrikozen. En die ga ik dan heerlijk in de smoothies doen. Wat hebben we nog meer? Bananen. Ik ga er ook bananen in doen. Nou, bananen zijn ook echt heel erg gezond. Helaas denken mensen van dat je dik wordt van bananen. Dat bananen je dik maken, te zoet zijn en noem maar op. Maar dat is verkeerd. Dat is niet zo, want bananen zijn hartstikke goed. Vooral bijvoorbeeld als je heel moeilijk slaapt. Bananen zorgen ervoor dat je lekker slaapt. Er zit veel magnesium in. Het is goed om te voorkomen dat je botontkalking krijgt. Het is gezond, laat ik het zo zeggen. Er zit potassium in. Even kijken, want ik pak heel even mijn aantekening. Want ik heb even wat opgeschreven wat de bananen ook nog meer voor je kunnen doen. Nou, kijk eens aan. Bananen zit ook vitamine C in. B6. B6 is goed voor je stofwisseling en voor je hormoonhuishouding. Er zit ook magnesium in, zoals ik al zei. Kalium. Nou, kalium is goed voor gezonde bloeddruk te behouden. En zoals ik al zei, magnesium en kalium goed tegen botontkalking. Goed. Nou, wat ga ik er nog meer bij doen? Gebroken lijnzaad. Nou, gebroken lijnzaad, daar heb je volgens mij ook wel wat van gehoord. Dit is gebroken, maar het heet lijnzaad. Dat heb ik van de tuinen. Nou, lijnzaad ga ik er ook in doen. Nou, wat zijn de voordelen van lijnzaad? Lijnzaad. Het is heel goed voor hart- en bloedvaten. Je kan ermee afvallen, omdat er veel vezels in zitten. Even kijken, met de lijnzaad zit ook omega 3 in, vitamine E. Nogmaals, het is vezelrijk en het verlaagt de cholesterol heel erg. Het is een superfood, het is ook bijvoorbeeld als je moeite hebt, dat mensen raken wel eens verstopt. Misschien niet leuk om te zeggen, maar het is gewoon zo. En dan daar helpt lijnzaad ook echt heel erg mee. Goed, dat waren de ingrediënten. En dan gaan wij beginnen. Goed, ik ben even begonnen met het klaarmaken van de banaan. Ik heb één grote banaan gedaan. Als je kleine bananen hebt, doe er twee. Nou, ik was al begonnen met de abrikozen. Nou, het is heel makkelijk. Het zijn echt van die hele zachte abrikozen, ze zijn zo heel erg klein en schattig. Dus ze zijn heel zacht. Dus je kan ze gewoon met je handen doen. Nou ja, die pitten, die haal ik eruit. Zijn mensen in andere landen die de pitten ook voor medische doeleinden gebruiken. Dit is eigenlijk vitamine B17. En in andere landen genezen ze kanker mee. Dat is waar ze de pitten voor gebruiken.
Nou, zoals je ziet, het gaat echt heel erg makkelijk. Ik ga er eentje proeven. Ze zijn super zoet. Super lekker, maar je voelt ook gewoon, dit is gewoon lekker. Weet je, je wordt er gewoon ook lekker vol van. En ja, het is gewoon genieten. Het is echt veel, veel beter dan een zak snoep. Hè? Want het haalt ook gewoon het gevoel van ja, dat je zeg maar zin hebt in zoetigheid. Het haalt het weg, aangezien er gewoon een hoger gehalte aan vitamine C zit. Vitamine C in het algemeen zorgt ervoor dat je geen ja, verlangens hebt naar zoetigheid en dat soort dingen. Dus mocht je echt denken van nou ja, ik verlang zoveel naar suiker, naar zoetigheid, naar chocolade, neem een glas vitamine C. Alsjeblieft. Of abrikozen, heel zoveel mogelijk. En ik zeg je, het zijn hele kleintjes. En ze zijn echt heerlijk, heerlijk zoet. Ja? Prima, nou. Ik heb ze lekker klaargemaakt. En dan gaan wij zo eventjes lekker beginnen met blenden. Mooi, de blender staat klaar. En waar gaan wij mee beginnen? We gaan beginnen met rijstmelk. Je mag kokosmelk ook doen, je mag mineraalwater doen, je mag lactosevrije melk doen, wat jij lekker vindt. Ik doe rijstmelk. Zo. Nou, wat ik dan ga doen is de heerlijke bananen. Dan de abrikozen. Mooi zo. En dan zoals beloofd gebroken lijnzaad. Nou, je mag 1 volle theelepel doen. 1 of 2, dat is genoeg. Mooi zo. Wat je ook mag doen, ja, dat doe ik wel, dat heb je ook bij mijn andere video's gezien. Ik doe er soms gewoon lekker extra vitamine C bij. Dat mag. Hoeft niet, maar ik vind het gewoon lekker. Nou, een kleine theelepeltje en doe ik mijn van de tuinen vitamine C poeder in. Goed zo. Nou, dekseltje erop. En dan gaan we beginnen. Zo. Aan. Nou, dat was het. Het was heel erg snel. Nou, dan pak ik mijn smoothie beker. Want ik ga even wat video's editen. Dus dan ga ik achter mijn pc zitten. Met natuurlijk een heerlijke smoothie. Nou, die gaan we dan lekker inschenken. Nou, moet je kijken wat een mooie rode kleur dit is. Dit is gewoon geweldig. Nou, dan schenk ik het lekker in. In mijn smoothiebekertje. Nou, het is echt ontzettend smeuïg gewoon. Je kijkt er. Nou, eventjes de... Zo. Deksel erop. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Jullie ook? Nou, eet smakelijk. Like mijn of abonneer op mijn kanaal, want dan krijg je nog meer van dat soort geweldige video's. Tips en tricks, uitleg van bepaalde fruitsoorten, vitamines, mineralen, etc. Nou, fijne dag allemaal.